Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Sprawlopolis, uitgegeven door Quinet Games. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar je ongeveer 15 tot 20 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel gaan wij gezamenlijk een stad omtoveren tot een metropool. En de manier waarop we dat doen wordt bepaald door 3 scorekaarten. Die bepalen ons hoe wij punten kunnen scoren. En wij proberen een bepaalde waarde te overtreffen om uiteindelijk succesvol dit coöperatieve spel te beëindigen. Lukt ons dat, winnen we het spel. Lukt ons dat niet, dan zullen we een rematch moeten doen. Maar laten we eerst maar eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Steven Aramini, Danny Devine en Paul Kluka. En wij krijgen de spelregels in het Engels simpel opgezet. Het zijn geen moeilijke regels met wat voorbeelden achterop. Verder krijgen wij een set van 18 kaarten waarop aan de ene kant de steden staan of de onderdelen waarmee we de metropolis gaan bouwen. En aan de achterkant de verschillende regels waarmee we extra punten kunnen scoren. En we krijgen een klein dubbelzijdig scoreblokje waarop we de punten aan het einde kunnen opschrijven. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Wat je doet is je schudt de 18 kaarten. Dan leg je de 3 boven open. En dat zijn de kaarten die aan de ene kant bepalen welke target score wij moeten halen om uiteindelijk te winnen. En aan de andere kant geven zij een alternatieve manier om punten te scoren. In dit geval gaan we eerst kijken naar onze target score. Daarvoor tel je de gele waardes bij elkaar op. Dus in mijn voorbeeld moeten wij halen 33 punten om te kunnen winnen. Nou, we kunnen op 4 manieren punten halen. De 3 opdrachten geven ons mogelijkheden om punten te scoren. En aan het einde van het spel ga je kijken naar het grootste aaneengeschakelde blok. Parken, industrie, woonwijken en hoogbouw. Dus die 4 kleuren. En die leveren per blokje, per vakje 1 punt op. Daarnaast krijgen we strafpunten voor elke weg die onfatsoenlijk gebouwd is. Maar daar kom ik straks op terug. Verder krijgen de spelers ook allemaal kaarten. De startspeler krijgt 3 kaarten. Je mag daarbij de zijdes met de bloks niet laten zien. De andere spelers krijgen 1 kaart. De rest van de kaarten gaan in een trekstapel en we leggen er eentje in het midden van het spel. En dat is ons stadje wat wij gaan uitbouwen. Maar zo zet hem op. Het doel is dus om in dit voorbeeld 33 punten of meer te halen. Lukt ons dat, dan winnen we het spel. Falen we, dan zullen we het opnieuw gaan proberen. Dus laten we maar eens een spelletje gaan spelen. We beginnen met de startspeler en dan met de klok mee zijn de spelers om de beurt aan de beurt. En als een speler aan de beurt is, dan heeft hij in principe, totdat die stapel leeg is, 3 kaarten in zijn of haar hand, waarvan hij er eentje gaat kiezen om aan te leggen. Hij mag niet laten zien welke kaart hij heeft, maar hij kan natuurlijk wel een beetje met de spelers overleggen wat misschien handig is en waar ze op kunnen gaan spelen en waar we ze elkaar kunnen helpen. Hij kiest ervoor om een bepaald tegeltje aan te leggen. Daar zijn een paar simpele regels voor. Je moet minstens 1 blok aan 1 ander blok laten grenzen. Dus je mag op deze manier bouwen, je mag op deze manier bouwen, je mag hem er ook gewoon in zijn totaliteit aan vastleggen. En je mag overlappend bouwen, wat soms handig is om bepaalde scorepunten bij elkaar te krijgen. Het enige wat niet mag is diagonaal bouwen. Op deze manier zou je hem niet mogen plaatsen. Maar laat ik voor het voorbeeld hem even op, even kijken waar krijgen we punten voor. Wegen die door dit soort districten gaan. Dus ik leg hem op deze manier neer. De middelste geeft daar extra punten voor. Dan geef ik de resterende kaarten met de klok mee aan de volgende speler, zodat die er 3 heeft. En ik pak de bovenste en die leg ik weer gesloten voor me neer als het ware. En dan is die speler die doet hetzelfde en zo gaan we door tot alle 15e kaarten gebouwd zijn in de stad. Overigens, je mag ook niet kaarten op deze manier aanleggen. Ze moeten allemaal horizontaal geplaatst worden. Je mag ze wel draaien, maar ze mogen niet op een andere manier neergelegd worden. Dus dit is geen legitieme bouwbezet. Maar zo gaan we bouwen. We gaan de kaarten niet laten zien, maar het spel bemoedigt ons wel om met elkaar de discussie te voeren. Te bespreken wat wij kunnen en wat we tegenaan gaan lopen. Want we zien wat er aankomt, dus je kunt een beetje daar rekening mee houden. En je weet wat je in je hand hebt. Nogmaals, je mag het niet laten zien, maar wel bespreken. Zo gaan we door tot we een stad hebben van 15
tegeltjes. En dan gaan we naar de uiteindelijke score. Allereerst gaan we punten scoren voor de vier terreinkleuren. Het grootste gebied keer het aantal vakjes. Eens even kijken. Het grootste park wat we hebben is 2, dus 2 punten. Het grootste residential blok, oranje, ook 2 punten, et cetera, et cetera. In dit geval heb ik daar niet zo heel erg op gebouwd. Daarna gaan we deze 3 extra scoren. Voorwaardes afhandelen. We krijgen 1 punt voor elk industrieblok wat diagonaal verbonden is met een andere. Dus dit is 1 punt, dit is 1 punt, 1 punt, 1 punt. Dus daar halen we 4 puntjes uit. We krijgen 2 punten voor elk blauw blok wat aangrenzend is gebouwd aan 2 oranje blokken met een weg er doorheen. Dus hier scoren we 2 punten. Dat doen we hier nog een keertje. En even kijken, hier doen we dat nog een keertje, dus dat is 6 puntjes. En we krijgen 3 punten voor elke weg die begint in een park en eindigt in een park. Dat is nog eens een keer 3 puntjes. Die score, die tel je bij elkaar op. Daar komen nog wat strafpunten bij. Elke weg in je stad is een strafpunt. 1 weg, 2 wegen, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 wegen. Ook daar hebben we het in dit voorbeeld niet zo goed gedaan. Dus daar gaan we weer 9 punten vanaf. Dat levert een eindscore op. En zoals ik al zei, het doelgetal in dit voorbeeld was 33. Hebben we dat gehaald? Zijn we gelijk gekomen of daaroverheen? Dan winnen we. Hebben we het niet gehaald, dan zullen we het de volgende keer beter moeten doen. Maar op die manier wordt Sprawloploos gespeeld. Sprawloploos is een ingenieus spelletje wat listig in elkaar zit. 18 kaarten is alles wat je krijgt, naast een klein scoreblokje en regels. En daar is het hele spel mee gemaakt. Er worden willekeurig 3 kaarten opengelegd die bepalen hoe we extra punten kunnen scoren. Maar die geven ook aan hoe wij uiteindelijk, of hoeveel punten we uiteindelijk moeten scoren. En dan gaan we met elkaar, zonder dat we precies weten wat we ook in de hand hebben, overleggen. Om onze stad tot een succesvolle metropolis uit te bouwen. En die puzzel, die is erg vermakelijk. Het zijn uitdagende puzzels. Het is niet zo dat je denkt, oh, ik leg het neer en je knutselt zo die punten bij elkaar. Je moet echt zorgvuldig knutselen. En het zal heus nog wel een paar keertjes gebeuren dat je dat scoregetal gewoon niet haalt. Omdat er zoveel factoren zijn waar je rekening mee moet houden. En naarmate je het meer speelt, ga je dat beter inzien. En dat maakt het ook gewoon gaaf. Elke keer is het ook weer anders, doordat er andere voorwaarden zijn, de kaarten in andere volgordes komen en er weer nieuwe keuzes gemaakt worden door de spelers. Solo is het ook prima te spelen, maar ik vind het leuk dat overleggen met elkaar en kijken hoe we succesvol deze stad kunnen laten groeien. Vormgeving en het idee is ook leuk gedaan. Het geknutsel, het is natuurlijk echt een puzzelspel. De nadruk ligt echt op de hersenkraker die dit spelletje het telkens weer presenteert. Maar het feit dat je lekker een stad aan het bouwen bent, wat parkjes hier, wat woonwijkjes daar, wat industrie, wegen er doorheen. En dat geeft op een bepaalde manier punten of strafpunten afhankelijk van wat er aan scorekaartjes ligt. Maar dat maakt dat je inderdaad wel een interessante stad aan het bouwen bent met andere burgemeesters, dus andere spelregels. Maar alles bij elkaar genomen is dit een zeer vermakelijk spelletje om te spelen. Ik waardeer enorm de eenvoud, 18 kaartjes waarvan je er effectief maar 15 gebruikt en daar zul je het mee moeten doen. Je moet goed communiceren, het zijn gedegen puzzels die een pittige uitdaging presenteren hier en daar. En dat is iets, daar moet je ook van houden en het is natuurlijk qua spelmechanisme relatief abstract. Mochten dat elementen zijn waar je weinig plezier uit haalt, dan is dit misschien niet het spel voor jou. Ik vind die compacte puzzels die hierin verstopt zitten met het coöperatieve element erg vermakelijk. Leuk in elkaar zitten. Ik heb wel al een keer gemerkt dat sommige opdrachtkaarten elkaar enorm kunnen bijten, waardoor het heel erg moeilijk wordt, in mijn ogen bijna onmogelijk, om het doelgetal te halen. Maar dat is meer een uitzondering dan een regel. Maar alles bij elkaar vind ik dit gewoon een erg vermakelijk spelletje. Dat ik daarom ook een hele dikke 7 heb gegeven. Bellenzolder.